The project New Fellow Countrymen was about the Zelfkant, a small part of Germany which was Dutch for 40 years after the Second World War. The main aim of the project was to investigate in what way this 40 years of Dutch rule influenced people in the Zelfkant, what effect did it have on their feelings of national identity, national belonging, but also on their behavior. The idea was to investigate this together with the historians of the Rhenish-Westfalische Technische Hochschule in Aachen, because it seemed interesting to look at identity problems between the Dutch national identity and German national identity from two different universities, a Dutch one and a German. Eerst wil ik graag zeggen waarom dit project in vele opzichten heel bijzonder voor mij was. Ten eerste was het eerste project waarin ik alleen maar bezig was met onderzoek en waarin ik ook nieuwe onderzoeksmethoden leerde kennen. Ik heb voor de eerste keer geleerd hoe het werkt om een interview uit te voeren en om het in woorden uit te schrijven. Ten tweede was het de eerste samenwerking met studenten van een andere universiteit, namelijk die van Aachen. Maar de belangrijkste reden, wat voor mijn persoonlijke project extra speciaal en interessant maakte, is dat ik zelf uit Zelfkant kom en dat project mijn roots raakt. Persoonlijk vond ik het heel erg leuk en interessant om dit project te doen. En vooral om dit prachtige interview met Keup te hebben. Voor mij heeft de geschiedenis van de Zelfkant in ieder geval een belangrijk verhaal over mijn eigen identiteit verteld. En ja, de geschiedenis van mijn familie eigenlijk. En de verbondenheid van de mensen in de grensregio, door de geschiedenis. De cultuur en de taal vind ik eigenlijk iets waar we allemaal heel trots op mogen zijn en dat we eigenlijk best wel bijzonder mogen vinden.